Zomaar een basketbalplein in Amsterdam-West. Maar voor Mohammed en Hisham Kirazi is het een bijzondere plek. Hier is het begonnen, het basketballeven. Begonnen is hier gewoon one-on-one, tegen elkaar spelen. En we wisten niet hoe verder het zou komen. En kijk waar we nu zijn. Altijd 1-1 met hem spelen. We waren soms 2 keer in de dag hier. In de ochtend en soms in de avond. Marokkaanse basketballers kom je niet vaak tegen. En al helemaal niet in de Eredivisie. We hebben het eigenlijk van mijn broer. Die heeft ook in Marokko gespeeld. In toen we jong waren, had hij in de stad gespeeld. En we zagen hem altijd op tv. En dat vonden we leuk. Dus vandaar dat we hem gingen achtervolgen. Zeg maar. Amsterdam staat op de 8e plaats. En ook al zijn de play-offs binnen handbereik, er wordt meer verloren dan gewonnen. Wel moeilijk, zeker. Je traint de hele week ervoor en dan heb je geen resultaat aan het eind van de week. We zijn heel jong en we verliezen meestal de laatste kwart, omdat we moe beginnen te raken, zeg maar. Met zijn 20 jaar is Mohammed de jongste van het duo. Met Amsterdam won hij in de juniorenteams meerdere kampioenschappen. Vorig jaar was zijn eerste seizoen in de Eredivisie en werd hij meteen verkozen tot talent van het jaar. Dit seizoen krijgt hij meer speeltijd en maakt hij deel uit van het basisteam van Amsterdam. Ik ben een brutale speler. Ik neem initiatief. Hij is brutaal. Hij wil altijd meer doen dan iedereen. Wat kan je aan je spel verbeteren? Mijn schot, mijn handles, dat is dribbel. En meer als team spelen. Zijn schot. Hisham is 22 jaar. De basketballer is iets kleiner dan zijn broer en moet het vooral hebben van zijn schot. Hij maakt minder minuten dan zijn broer en behoort niet tot de startende spelers. Ik ben een schutter, zo word ik meestal genoemd. Ook tijdens de wedstrijden word ik, zeg maar, ze laten mij nooit schieten. Het is een schutter. Hij is iemand die de bal krijgt en schiet, zeg maar. En het is ook een speler zoals mij. We hebben bijna hetzelfde van elkaar, maar ik ben iets langer dan hem. Dus ik speel meer binnen en hij meer buiten. Wie heeft er meer talent, Mohammed of Hisham? Dat durf ik niet te zeggen. Nou, ja, Mo. Ja, waarom? Ja, hij is nog jong en hij is eerder dan ik bij RS team gekomen. En hij heeft meer talent, geef ik toe.